Namens Henk, Rianne, Meerte en Eline en Hermien heet ik u hartelijk welkom in deze dankdienst van Ina. En we wensen elkaar een goede en een gezegende dienst die we beginnen met het aansteken van de paaskaars door Meerte. Daarna zingen we Psalm 116, vers 1 en 5 in de oude berijming: God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Ook deze dienst beginnen we met de aloude woorden die Ina en Henk en de kinderen zo vaak in deze kerk hebben gehoord. Dat onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu met elkaar het 11e couplet. Zullen wij met elkaar gaan bidden. Heere God, in dit uur zoeken wij uw aangezicht, u de getrouwe Heer. Hoor naar onze stem, zie ons verdriet. We zijn hier om afscheid te nemen van Ina, onze dierbare vrouw, moeder, dochter, familielid en vriendin, onze lieve juf, onze collega, gemeentelid. Van een vrouw met wie we ons leven hebben gedeeld. En afscheid nemen doet altijd pijn, vandaag en morgen en nog heel lang. Want Heere God, Ina mocht in ons leven zijn als een betrokken, belangstellend, meelevend, liefdevol mens. En dat maakt de leegte zo voelbaar.
Wij danken u, Heere God, voor Ina, voor wie zij was, voor wat zij deed, zichtbaar en onzichtbaar op haar eigen unieke wijze. En wij bidden u dat niets van haar leven verloren zal gaan, dat zij in onze gedachten en gevoelens blijft voortleven. En dat wat zij geleefd en gedaan heeft, ten goede zal komen aan onze wereld. En dat wij, goede God, in alle vrede en vriendschap op aarde de belofte herkennen dat gij ons getrouw zult zijn tot in de dood. Wees met ons in deze dienst, een dankdienst, in het bijzonder met Henk, de kinderen, de moeders, de kinderen van haar school die nu met ons verbonden zijn, haar collega's, haar geliefden. U weet hoe we hier zitten en hoe we met u en met elkaar verbonden zijn. Wees ook met allen die hier zijn of kijken, met verdriet om wie er was in hun leven, een geliefde, die moest worden afgestaan door de dood of misschien aan het harde leven. Er zijn zoveel mensen die dagelijks denken aan een geliefde, die nog steeds leeft in harten, ook al is het jaren geleden. Geef dan, Heere God, dat woorden en klank in deze dienst troostend zijn, dat we haar nu aan u mogen teruggeven, u, de schepper van alle leven, die alles zo goed heeft gemaakt. Breng rust en vrede in ons hart en kom met uw Heilige Geest in ons midden. Amen. Het woord van genade is de trouwtekst van Henk en Ina, Psalm 68, vers 20. Die wil ik nu met u lezen. Laten wij de naam van de Heere prijzen. Zijn barmhartigheid heeft geen einde. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Amen. Rianne en Eline zullen nu namens hun vader woorden van herinnering spreken. Afgelopen zondag, 14 november, heb jij, Ina, ons verlaten en ben je gegaan naar onze hemelse vader. Nadat je op 9 maart, dinsdagmiddag, na 12 uur tegen jouw collega's hebt gezegd, dit kan niet meer, ik ben moe, ik ga naar huis. Je hebt met je kinderen in de klas gegeten vanwege het aangepaste rooster van het corona, in verband met coronamaatregelen. En daar heb je een filmpje van gemaakt om de ouders te laten zien hoe goed de kinderen aan het eten waren. Je bent naar de huisarts gegaan omdat je niet lekker voelde en je had last van je buik. Met een vies middeltje, wat altijd vanille smaak moest zijn, voor je darmen ben je naar huis gestuurd. Maar even later ben je toch gevraagd om ook nog bloed te prikken voor de zekerheid. Toen in het bloed hoge ontstekingswaarden werden geconstateerd, ben je naar het ziekenhuis gestuurd om een echo van je buik te laten maken. De gynaecoloog schrok duidelijk van wat hij zag. Wij kwamen toen nog vrij nuchter de spreekkamer in. Maar jij, Ina, wist toen eigenlijk dat het al niet goed was. Er zat een kiste van 13 centimeter doorsnede in jouw buik.
En heel voorzichtig werd er ook gezegd dat wij eventueel rekening konden houden dat het kwaadaardig kon zijn. Daarmee is de rollercoaster beginnen te rollen. En nu afgelopen zondag is die tot stilstand gekomen. In de Efteling duurt het soms amper maar een minuut, de wachttijd dan niet meegerekend, maar deze voortduurde voor ons samen in dat wagentje bijna 8 maanden. En dat terwijl Ina nooit in de achtbaan durfde. Je hebt de ziektes moedig doorstaan. In elke verandering zag jij weer een uitdaging. En jij hebt aan iedereen die aan je bed stond getuigd van jouw geloof. Elke keer omhoog wijzend, daar komt mijn hulp vandaan, daar vertrouw ik op. Jouw vriendin van vroeger, Helene, is vaak op bezoek geweest. Jouw collega's werden door de intense gesprekken vriendinnen. Jouw telefoon was warm van al het appen. Totdat dat op het laatste moment niet meer kon, omdat het gevoel uit je handen verdween. Ina, je had het hele werkzame leven knetterhard gewerkt. Druk? Druk vonden wij maar een gek woord. Jij had het druk, maar wie niet? Jij vond dat je 's morgens wel een uur voordat de kinderen op school kwamen, er moest zijn om alles klaar te zetten. Terwijl je dat aan het einde van de middag, de dag ervoor, ook al had gedaan. Het was nooit genoeg. Op je vrije dagen was je nog van alles aan het voorbereiden en nabereiden, want de administratie van de kinderen bijhouden moest je toch altijd ook nog op het laatste moment. Je had ruim een halve baan, maar maakte uren voor meer dan een volledige werkweek. Maar wie niet? Alle collega's van Ina, hier en elders, kunnen erover meepraten. Je bent in 1991 op Urk begonnen als juf. En je bent altijd juf gebleven. Met een onderbreking voor het krijgen en opvoeden van onze dochters. Maar je hebt met heel je hart je ingezet voor al die kinderen. Op Urk wel met 38 tegelijk in een klas. Je hebt heel wat zaadjes van het geloof geplant in kinderharten. Bijbelverhalen niet voorgelezen, maar verteld. En wat konden die kinderen hard en uitbundig zingen. De laatste jaren heb jij, Ina, je extra hard ingezet voor hoogbegaafde kinderen op de scholen van de vereniging. Door ze met gesprekken, extra werk en moeilijke opdrachten zichzelf te laten leren kennen. Zoals jij ook tijdens de cursus ervoor nog dingen van jezelf ontdekte. Hoogbegaafd en hooggevoelig, jij hielp de kinderen door jouw eigen ervaringen. Ik heb jou, Ina, ontmoet toen je op Urk werkte en jouw collega's was met mijn zus Corien. Willem en Corien lieten op Urk hun pleegdochter dopen en ik had jou gevraagd om mee te rijden vanuit het harde. Omdat het voor mij in de februari te koud was op de motor. De maandag erop hebben we een heel eind gewandeld met Alfa, mama's dochter, een bokser. Daar is de vonk overgeslagen en we zijn 14 maanden later, 24 april 1997, getrouwd. Wat een mooie dag was dat. Zo met zoveel familie en vrienden waarvan er dan hier ook veel aanwezig zijn. Alfa, de bokser dus, die heeft vanaf ons eerste samen zijn een belangrijke plaats ingenomen. Goed getraind op de boksenclub in Emst, waar Ina zelf toen nog hondentrainer was. Het was onze wens om straks, als we meer vrije tijd kregen, nog weer een bokser te nemen. En misschien wel twee. Drie fantastische meiden heb jij op de wereld gezet. Alle drie mooi en erg intelligent. Nu 23, 21 en 18 jaar. Je hebt ze ondersteund vanaf jongs aan. Altijd helpen bij hun studies en de keuzes die ze moesten maken. Wat waren ze vroeg zelfstandig? Wat had jij je moeite om ze los te laten? Dat er al twee uit huis waren en op kamers gingen, dat vond je niet zo moeilijk. Maar nu? Je hebt tegen ze gezegd dat ze binnen de familie maar iemand moesten zoeken waar ze op terug konden vallen. Een maatje. Van het huis uit was jij geen echte vakantieganger. Toch zijn we bijna elk jaar op vakantie geweest. En niet erg ver en niet erg lang. Maar het was altijd erg gezellig. Met maar een paar cd's in de auto's werd het lied van Guus Meeuwis ook dus heel erg vaak gespeeld. Op 13 december zou je 54 jaar geworden zijn. Helaas kunnen we dat niet meer samen vieren. Pas geleden, op 24 oktober, hebben we thuis met ons gezin wel kunnen vieren dat we 24,5 jaar getrouwd waren.
Want we wisten dat een 25-jarig jubileum op 24 april volgend jaar niet meer haalbaar voor ons was. Wat hebben we het fijn gehad samen. Nooit ruzie, alleen hebben we wel eens boze gesprekken gehad vanwege mijn onbenulligheid. Bijna 25 jaar getrouwd, zoveel mooie dingen samen beleefd. Kinderen opgevoed, ook in het geloof en vertrouwen op God, lief en leed gedeeld. Onze beide vaders zijn inmiddels overleden, maar ook de zorg om onze beide moeders is er. Samen hebben we hard gewerkt om soms de eindjes aan elkaar te knopen. En daar was jij erg goed in. En nu het allemaal wat makkelijker gaat, kunnen wij er niet meer samen van genieten. Dat vond jij best moeilijk. Maar we hebben bovenal veel en met en van elkaar genoten. Bedankt, lieve schat, van mij en van ons. Voor alles wat je voor ons hebt betekend. Jij hebt nu die fijne plaats bij de Vader, waar je zo in vertrouwen naartoe hebt geleefd. Wij willen vanaf deze plaats iedereen bedanken voor de afgelopen 8 maanden, waarin Ina zorg, moed en kracht nodig had. Voor de vriendschap en de liefde die ze heeft gekregen. De enorme hoeveelheid bloemen en kaarten, we hebben ze pas geteld van het moment van maart tot en met nu, en het waren er 289. Van familie, van de kinderen op school, de ouders, de collega's, onze buurt en dorpgenoten. En een speciaal dank voor de verzorging in het Isola ziekenhuis en van de thuiszorg Ikara. Wat was dat geweldig. Dank jullie wel. We luisteren nu naar woorden van herinnering namens de familie Antink. Er is een gat geslagen in ons gezin. Marjan, Bert, Ina, Karen, Maartje. Het rijtje dat onze moeder stevast opzegt, ongeacht wie ze eigenlijk bedoelt. Blijf dat doen, ma. Wij zullen Ina ook blijven noemen om haar leven te houden in onze herinnering, zoals we dat ook met pa doen. Ze blijft altijd onze zus. Ina, ze is geboren in de Lelystraat en eigenlijk ontdekte ik afgelopen week pas dat ze dus, als ze naar haar werk ging, langs haar geboortehuis liep. Best bijzonder. De regenboog. Ook de school waar ze ooit zelf op zat. Haar roeping, niet het onderwijs, maar de kinderen zelf. Schooltje spelen, zo zei onze moeder, dat was eigenlijk altijd wat ze deed, van jongs af aan. En ik kan wel zeggen dat ze mij uitkoos als haar eerste stageplek. Lezen is mijn werk geworden. En Ina, je was al met vlag en wimpel geslaagd, ver voordat je met de pabo begon. De pabo, daar waar ze ook haar creativiteit in kwijt kon. Vele vormen daarvan hebben we langs zien komen als gezin. Zo heeft Ina, origami, alle geboortekaartjes van onze oudste nicht Inge gemaakt. Dat zijn mooie herinneringen die we samen ophalen. Haar werkzame leven startte in Amersfoort. En daarna op Urk, het is al gezegd. En daar ontmoeten ze Henk, op die manier. Dat is de link. Henk, je bent haar grote liefde. Ze vond in jou haar bestemming in dit leven. Het was mooi voor ons om dat te zien, Henk. Jij bent een baken van rust voor haar geweest. En jullie 3 dochters, Rianne, Mitte, Eline,
haar trots. En wij hebben mogen zien in de afgelopen periode dat het heel terecht is. We zullen er voor jullie zijn als dat nodig is. Rouw is hard werken. Weet dat we om jullie heen zullen staan. Zoals heel veel mensen dat in de afgelopen periode hebben gedaan rondom Ina staan. Ze was er echt door overweldigd. En wij nu ook. Alle blijk van medeleven. Het zijn puzzelstukjes. Puzzelstukjes in een heel ingewikkeld proces van rouw. Langzaamaan gaan we de puzzel leggen. Alles ligt nu nog door elkaar. Maar elk stukje is een deel van het geheel. En ondanks de pijn en het verdriet gaan we samen deze puzzel van rouw leggen. Misschien ontbreken er nu nog stukjes. En als u ook haar naam blijft noemen, reikt u ons stukjes aan om telkens een stukje meer te kunnen leggen. Maar het gemis blijft. Dus of we de puzzel ooit helemaal kunnen leggen, dat weten we niet. Ina heeft ons laten zien dat het leven de moeite waard is om te leven, ondanks pijn en verdriet. We zeiden wel eens, en misschien heeft dat u dat ook wel eens gezegd, bij Ina kwam je niet verdrietig weg. Iedereen was welkom en ze vroeg niet om die aandacht, maar ze was meer, echt meer dan blij met al die aandacht. Ina wist waar uiteindelijk haar bestemming lag. En dat is ons tot troost. Wij mogen weten dat ook wij mogen schuilen bij God. Zoals Ina dat deed tijdens haar ziekte. Zijn woord is een schild voor ons. En dat is ons tot hoop. We luisteren nu naar woorden van herinnering namens de school, daarna het lied van de kinderen van de regenboog. Goed. Beste familie, vrienden, collega's. Als directeur van CNS de Regenboog, de school waar Ina jarenlang heeft gewerkt, wil ik ook graag enkele woorden spreken. Ina is jarenlang leerkracht geweest op onze school. Veel kinderen uit Oldebroek hebben op de regenboog les gehad van juf Ina. En het doet ons, teamleden, leerlingen van de school, heel veel pijn dat we afscheid moeten nemen van juf Ina. Ik had niet verwacht dat het deze kant op zou gaan toen Ina zich afgelopen voorjaar bij mij ziek meldde. Ik ken Ina ook als een collega die zich niet zo snel ziek meldt. Als het even kon, dan koos Ina ervoor om door te gaan. Het zal wel weer overgaan, zei ze dan. We moeten niet zeuren, maar we moeten gewoon doen. Laten we morgen maar eens kijken hoe het ervoor staat. Het geeft ook zo'n gedoe. Een ander voor je klas. Werk dat overgedragen moet worden. En hierbij dacht Ina ook aan de ander. Als ik mij ziek meld, dan zadel ik een collega hiermee op. Ook andere collega's in de onderbouw, die hebben het vaak al zo druk. Ina die heeft jarenlang lesgegeven aan de kleutergroepen van onze school. Hier lagen dan ook haar kwaliteiten.
Ze had heel veel ideeën over hoe goed onderwijs eruit moest zien. Ina die stond er ook voor dat het onderwijs een prominente plek kreeg, en dan met name het kleuteronderwijs ook, in de school. Vaak sprak ze ook over het belang van goed onderwijs aan onze jongste leerlingen. En ze bleef ook aandringen op die nodige aandacht, die niet alleen de kleuters, maar de hele onderbouw verdiende. Tijdens vergaderingen of studiedagen stond ik er vooraf vaak bij stil of het onderwerp dat we dan gingen bespreken niet te algemeen was, maar dat ook wel duidelijk de onderbouw naar voren zou komen. Als dat niet het geval was, dan wist ik het zeker. Ina die zou dan de vraag stellen, hoe zit dat dan in de onderbouw? Nou, we hebben de afgelopen weken ook een aantal uitspraken verzameld van kinderen van onze school, ook met name uit de onderbouw. En we hebben ook gevraagd van, joh, wat denk je aan als we juf Ina noemen? En we hebben heel veel zinnen ontvangen, maar een paar van die zinnen die wil ik hier graag noemen. Je was een slimme juf. Toen ik pijn had, ging je me helpen. Je was lief voor andere kinderen. Je kon zo lief hoi zeggen. Je zingt mooie liedjes over God. Je had een mooie lach. Je hebt een pleister op mijn blaar gedaan. Je kon goed met juf Ina praten. Ze kwam voor je op. En ze kon heel goed juf zijn. Nou, Ina kennen wij als een krachtige vrouw. Door haar grote hart voor kleuters was ze ook emotioneel betrokken bij het onderwijs van onze leerlingen. Ze sprak regelmatig waardering uit, maar als dingen niet gingen zoals ze had gehoopt, als ze had verwacht, of als ze had gewenst misschien, dan nam ze ook geen blad voor de mond. Ze sprak zich uit. Ze gaf duidelijk aan wat ze vond en wat beter kon op school. Het kon ze ook krachtig en overtuigend doen. Ina hield van een praatje en het werd in gesprekken met mij al wel duidelijk dat het ook snel vaak inhoudelijk werd. En Ina die kon ook snel de diepte ingaan. Veel gesprekken gingen ook over meer en hoogbegaafde kinderen. Ook hier was Ina vol van. En gelukkig kon Ina ook een rol spelen voor deze leerlingen in onze school. Ina die zag kinderen. Dat maakt haar zo speciaal. Ina die zag kinderen en ze droeg zorg voor kinderen met liefde en aandacht. Ina die zag de behoeften van ieder kind en ze gaf aandacht en onderwijs op maat. Ze verdiepte zich in het welbevinden van het kind en ze voelde feilloos aan wat het kind nodig had. Zo hielp ze ieder kind veilig groeien in zijn of haar ontwikkeling. Kinderen echt kunnen zien, dus niet alleen de buitenkant, maar zoals een kind echt is. Ik denk dat dat het mooiste geschenk is dat Ina aan onze school heeft gegeven. Op school vertelde Ina regelmatig over haar man Henk en haar kinderen, waar ze ontzettend trots op was. De ander stond bij Ina centraal. Daar ging haar aandacht naar uit. Die gaf ze voorrang. En bij collega's die met pensioen gingen of om een andere reden soms de school verlaten, toen heeft Ina wel eens tegen mij gezegd, dat zou niks voor mij zijn, al die aandacht. Mocht ik ooit weggaan, dan vertrek ik met de stille trom. En ik denk dat ze dat uit bescheidenheid heeft gezegd. Moet er zoveel aandacht zijn voor mij? Nu is Ina weggegaan bij school. En een vertrek met de stille trom, dat was het zeker niet. De laatste maanden stond Ina zelf centraal en heeft ze alle aandacht gekregen. Ja, ik denk dat ze het terug heeft gekregen van de kinderen, de ouders en de collega's. Door ontzettend veel kaarten, tekeningen, bloemen, bezoekjes. Wat was Ina sterk en krachtig terwijl ze ziek was. Ze was positief, hoopvol, een bron van inspiratie voor velen van ons. En daarnaast had ze ook een rotsvast vertrouwen in onze hemelse Vader. Wij mogen erop vertrouwen dat Ina nu op een plek is waar het beter is dan hier. Maar het neemt niet weg dat we Ina, ook op school, ontzettend zullen gaan missen. Ina, dank je wel voor wat je voor de regenboog hebt betekend. Stay, stay, stay.
Wij gaan uit de Bijbel lezen. Een geschiedenis die Ina op haar hart kreeg toen ze ontwaakte uit de narcose. Daar was ze zelf verbaasd over, ik ook. Ik heb dat nog nooit zo gehoord. In de overdenking wordt duidelijk wat de context is. Ik lees nou 2 Koningen 20 vanaf vers 1. Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: dit zegt de Heer, wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden. Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart voor uw wil heb gericht, naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei: ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk, dit zegt de Heer, de God van je voorvader David, ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over 3 dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. Ik geef je nog 15 jaar te leven en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen. Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen. Dat deden ze en ze legden de vijgen op de ontstoken plek waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. Hij vroeg aan Jesaja: welk teken krijg ik van de Heer dat hij me zal genezen en ik over 3 dagen naar de tempel zou kunnen gaan? Jesaja antwoordde: dit is het teken waarmee de Heer u laat zien dat hij zijn belofte zal nakomen. De schaduw zal 10 graden vooruit gaan of 10 graden achteruit gaan. U mag kiezen. 10 graden vooruit zou niets bijzonders zijn, antwoordde Hizkia, maar 10 achteruit wel. Daarop riep de profeet Jesaja de Heer aan en deze liet de schaduw op de zonnewijzer van Agas 10 graden achteruit gaan. Tot zover deze lezing. Zingen we nu opwekking 488, de kracht van uw liefde.
Wij lezen nu 1 Korintiërs 13, het gedicht over de liefde van Paulus. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrond ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid, de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. In alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis zal verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Tot zover het woord van God. Wij zingen na de overdenking, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Gemeente van Christus, lieve kinderen, aan jullie wil ik eerst iets vertellen. Kinderen die thuis kijken, nu of misschien later. Toen ik op school zat, de lagere school heette dat toen, in wat nu groep 3 is, hadden we een juf die best een beetje op juf Ina leek. Ze was, denk ik, ook in de 50, had een vriendelijk gezicht, donker haar, zo'n juf bij wie je meteen op je gemak voelde als kind. Dat is wel heel lang geleden, dat ik in een houten noodgebouw in de binnenstad van Rotterdam naar die school ging. De juffen en meesters op die school waren best streng, maar mijn juf was gewoon lief. Ze bromde nooit en de kinderen, alle kinderen, mochten haar heel graag. Zij was ook degene die wel eens aan mij vroeg, Hans, hoe gaat het thuis met je papa en je mama? Dat vond ik heel fijn, want bij ons thuis was het niet altijd zo gezellig. En mijn juf begreep dat goed. Vooral na schooltijd bleef ik wel eens hangen en kon ik bij haar mijn verhaal kwijt. Ze kon ook heel mooi Bijbelverhalen vertellen uit het hoofd. En ik zag het allemaal gebeuren als ze vertelde over Jozef die in een put was gegooid en het verdriet van de oude vader Jacob. Of koning David die als jongen voor koning Saul moest vluchten, later zelf koning werd, heel machtig, heel invloedrijk, maar ook wel eens foute dingen deed. En voor kerst kon ze prachtig vertellen over Maria en de oude Elisabeth, de herders op het veld, kindje Jezus in de kribbe. Ik hield eigenlijk wel een beetje van die juf. En toen ik naar een hogere klas ging, miste ik haar heel erg. Toen juf Ina aan mij over haar klas vertelde, de kinderen op haar school, hoe ze genoot van haar werk, kinderen hielp als ze het ergens moeilijk mee hadden of juist heel goed konden leren, straalde ze helemaal.
Ook toen ze vertelde hoe graag ze verhalen uit de Bijbel vertelde, moest ik denken aan mijn eigen noodschool in Rotterdam. Zo'n ongezellige school, hele volle klassen, ramen tot aan het plafond, maar vanaf de vensterbank kon je niet naar buiten kijken. Wat zal Ina dat mooie werk, want jullie hebben prachtig werk, al die collega's. Dat weet ik ook uit ervaring, want ik ben heel lang docent op een PABO geweest. Wat zal zij het werk met veel liefde hebben gedaan? En ik zag het zo voor me. Juf Ina in haar klas, heel veel jaren. Honderden kinderen over God verteld op Urk en hier. Verhalen uit de Bijbel. Maar ook aan grote mensen vertelden ze over de Heer Jezus. Ook toen ze al op bed lag. Tot op de laatste dag, toen ze bijna niet meer kon praten, vertelde ze over de hemel. De eerste keer dat ik bij haar op bezoek was, enkele maanden geleden, vertelde ze dat ze het verhaal van een koning, koning Hiskia, op haar hart had gekregen na haar operatie. Hoe bijzonder is dat als je met zo'n verhaal wakker wordt? Ze moest heel erg denken aan het ziekbed van koning Hiskia, maar ook aan het geloof van de koning, zo onvoorwaardelijk in God gelovend, daar ook over sprak en me plotseling toch heel ziek werd, net als juf Ina, en op bed kwam te liggen. Ja, de koning had ook wel vragen, maar hij geloofde dat God bij hem was. Hij mocht beter worden, mocht nog wat jaren leven, daar was hij dankbaar voor. Ja, later werd hij door een list eigenlijk van God afgetrokken. Aan dit verhaal, vooral aan dat ziekbed van de koning, hield juf Ina zich vast. Het was haar steun, haar hoop. En ze vroeg of ik in haar dankdienst dus nu daarover iets wilde zeggen. Voor jullie, de kinderen die nu kijken, en ook voor de mensen in de kerk natuurlijk. Dus iets over hoe God bij haar was en de liefde van God voor mensen. Ik moet jullie eerlijk zeggen, lieve kinderen, dat ik nog nooit een preek over die koning had gemaakt. Maar ik vond het zo mooi, zo bijzonder wat juf Ina mij vertelde, dat ik veel over die koning Hiskia ben gaan lezen. En daar ben ik juf Ina heel dankbaar voor. En ik heb haar beloofd dat ik het verhaal ook nu zal vertellen. Zaterdagavond, een week geleden, enkele uren voordat juf Ina zou overlijden, hebben we samen God gedankt voor het mooie leven, veel te kort, wat ze heeft geleefd, het mooie werk dat ze heeft mogen doen, dat ze zo open en liefdevol over God mocht spreken, thuis, in haar gezin, op school, ook hier in de kerk. Nu vertel ik wat meer over het Bijbelverhaal van koning Hiskia voor de grote mensen, ook over het gedeelte dat we hebben gelezen over de liefde zoals God die bedoeld heeft en wat we daarvan kunnen leren. Het gaat over de geschiedenis van koning Hiskia, de koning van Juda, die als een gelovig man bekend stond in tegenstelling tot zijn vader en ook zijn opvolgers. Zijn naam betekent in de oude taal, God geeft mij kracht. In de uitleg van deze geschiedenis kunnen we lezen over de aanwezigheid van God, het vertrouwen op God, de hoop op God en over de veiligheid, de rust bij God. In de geschiedenis van deze koning lezen we over een plotselinge crisis in het leven van de koning. Iets wat een mens zomaar kan overkomen, soms van de een op de andere dag. Je hebt last van je buik. En wie kan ooit vermoeden dat het vervolg was dat je uiteindelijk daaraan zou overlijden? Het is nog maar een paar maanden geleden eigenlijk. Vorig jaar op deze tijd, voor kerst, voor Sinterklaas, was jullie leven zo heel anders. Veel mensen
raken iedere vaste grond onder hun voeten kwijt. Als zo'n proces begint, het zou je maar overkomen. Vlekjes op je leven, kuren die niet hebben geholpen. Het bericht uiteindelijk dat een specialist zegt: mevrouw, meneer, jullie hoeven niet meer terug te komen. Wij kunnen niets meer voor jullie doen. Weer een operatie is geen optie. Er zijn geen medicijnen voor die tumor. Dan zie je het zo voor je, dan doe je de deur van de kamer van de specialist in het ziekenhuis achter je dicht. Sta je verdoofd samen op de gang. Kijk elkaar met tranen in de ogen aan. En die woorden dreunen nog na in je hoofd, nog heel lang. U moet eerder in weken denken dan in maanden. Het kan zijn dat je na zo'n mededeling je ineens ontzettend eenzaam voelt. Ondanks alle geliefde, warmte, hartelijkheid om je heen. Je zou je kunnen afvragen, waar is God nou in mijn leven? Waar is hij nu? Houdt hij me nog wel vast? Voor Ina was dat geen vraag. Ze geloofde dat God onvoorwaardelijk ook in die zware laatste periode er voor haar en voor jullie, haar gezin, was. Tot de laatste dag, tot de laatste nacht. Als ik de geschiedenis van koning Hizkia lees, gewoon dicht bij de tekst, dan kan ik die niet anders uitleggen dan dat de Heere God, een liefdevolle, betrokken God en Vader voor de koning en ook voor ons wil zijn. Ja, hij straft ook wel eens om mensen te waarschuwen. Maar toch, zo preek ik altijd, de rode lijn is vergeving op berouw, verzoening met God en mensen. En in de geschiedenis die we hebben gelezen vind ik daarvoor steun. Dat bij alles wat je overkomt in het leven, en wat kan dat veel zijn, er zitten mensen in de kerk die al heel veel geliefden hebben verloren. Het kan heel veel zijn wat je in een leven kan overkomen. En het is niet uit te leggen waarom bij de een wel en de ander niet. Waarom de een vroeg gaat en de ander wat later. Maar er is een God die naast je wil staan. Die wil helpen als de last op je schouders te zwaar wordt. Ook al is er geen genezing mogelijk. Ook al is een gemis ondraaglijk. Koning Hizkia voelde zich verslagen toen de profeet Jesaja hem die onheilstijding kwam brengen. Koning, u zult sterven, een kwaadaardig gezwel. U moet eerder in weken denken dan in maanden. En we zien die doodzieke Hizkia met zijn gezicht naar de muur, op bed liggend. Hij weet en voelt dat er geen genezing meer mogelijk is. Het is mis. De koning stort zijn wanhoop, zijn doodsangst uit voor de Heere. Profeet Jesaja, die hem die vreselijke boodschap moest brengen, had gezegd dat hij alvast zijn opvolging moest regelen. En dan stuurt de koning een persoonlijk gebed naar God, zijn waarom naar de hemel, waarom dit en waarom nu. En God hoort en verhoort de wanhopige zieke koning. En meteen mag Jesaja nog binnen het paleiscomplex rechtsomkeerd maken. Overmorgen zal de koning in de tempel God loven. 15 jaren worden aan zijn leven toegevoegd. Dat geloofde ook Ina. Niet direct die 15 jaar, maar dat God hoort en verhoort. Dat geeft rust, dat gaf haar rust. Ook als de hoop op genezing vervlogen is. Hoe bijzonder is het dat Ina dit verhaal op haar hart heeft gekregen. Dat ze er troost uit heeft geput. En dat ze er ook vrij over kon praten. God gebruikte voor de genezing van de koning een toen niet ongebruikelijke behandeling. Een plak gedroogde vijgen. Het middel wordt gezegend. En op het gebed komt een wonder tot stand. En we lezen dan van een heel bijzonder teken. Het teken dat God de koning gaf,
De schaduw op de zonnewijzer gaat 10 treden terug. Zo verdwijnt voorlopig de schaduw van de dood in Hizkia's leven. De zonnewijzer ging 10 treden terug. Dit werd de langste dag in zijn leven. Aangrijpend is het gebed dat hij uitspreekt in Jesaja. Samengevat, op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. Ik zal geen mens meer ontmoeten, steeds minder. Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt, als een tent van een herder. Ik heb mijn leven opgerold, zoals een wever doet. Hij snijdt mij af van het weefgetouw. Of, zoals Ina wellicht heeft gedacht, hoe pijnlijk is het om afscheid te nemen van mijn lieve Henk, bijna 25 jaar getrouwd. Onze trouwtekst was uit Psalm 68. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons, draagt hij mijn gezin. Die God is ons heil. Mijn Henk, straks weer aan het werk, komt dan thuis, vaak in een leeg huis. Mijn kinderen, Rianne in Den Haag, Meerte thuis met haar werk in Epe, Eline in het Hoge Noorden in Leeuwarden. Hoe zou hun leven verder gaan? Zouden ze de liefde van hun leven vinden, ooit moeder worden? Ik zal nooit een kleinkind in mijn armen houden. En mijn school, mijn klas, mijn collega's, ik zal ze niet meer zien. Nooit meer een verhaal uit de Bijbel kunnen vertellen. En al die ouders met wie ik goed contact had. O God, ik breng ze bij u. Ik leg ze in uw hand. Dat is de ene kant. Maar Jesaja vertelt ook dat God het gebed van Hizkia heeft verhoord. God zegt verder, ik heb uw gebed verhoord, ik heb uw tranen gezien. Ik weet wel wat er in je omgaat, aan verdriet, aan vragen. Zie, ik zal uw levensdagen verlengen. En tenslotte zegt Hizkia, de Heere was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij met snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heere. Als Jesaja in hoofdstuk 25 een profetisch visioen schildert van Gods toekomst, hoe dat eruit zal zien, dan zegt hij, ik zal eens alle tranen van alle gezichten afwissen. Door Ina ben ik deze geschiedenis gaan zien als een verhaal van hoop. Het ademt de liefde van God. Zoals de Heere God de hand van Hizkia pakte op zijn sterfbed, zo pakte hij zondagmorgen vroeg, op zijn dag, de hand van zijn kind en zei, Ina, je mag voor altijd bij mij wonen. Toen ik dit over Hizkia en Ina had overdacht en opgeschreven, moest ik denken aan het gedicht van Paulus, 2000 jaar geleden. Wat hij heeft geschreven, wat we hebben gelezen. Paulus heeft een groot deel van het Nieuwe Testament geschreven, woorden die we tot op vanmorgen lezen. Zo schreef hij zo mooi, ontroerend ook over de liefde, terwijl hij zelf, zo denken we, op dat vlak maar een schraal leven leefde. Hij was vaak onderweg, zat in de gevangenis. Nergens lezen we dat hij vrienden had of uit eten ging. Zo schreef hij over de liefde als het fundament onder het huwelijk. Hoe mooi was het laatste vers van zijn gedicht bij het leven van Ina. Wat ze wilde uitstralen, wilde doorgeven in haar gezin, op school, ook hier in de kerk. Zo blijven dan. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. In het huis van God, de kerk, spreken we veel over de liefde. De liefde van God voor mensen, voor ons, voor elkaar. Zoals het zou moeten, wat we van terecht brengen. Waarin we soms schromelijk tekort schieten. In de kerk gaat het boek van de liefde open. Zondags, iedere week weer en af en toe door de week. Zoals vandaag, om troost te zoeken bij God en bij elkaar.
Met alles wat ik door de jaren heen heb gelezen over de liefde, kan ik geen mooier gedeelte vinden dan wat we hebben gelezen. En toen ik dit opschreef, dacht ik, hoe mooi passen de woorden uit de Bijbel, woorden van de apostel Paulus, bij het leven van Ida. In een wat oudere vertaling, de liefde is goede tieren, ze is niet afgunstig, ze praalt niet, ze kwetst niemands gevoel. Gods liefde en troost is voor alle mensen, maar mensen met een leegte, een gemis, in rouw, met zorgen, mensen moe van het leven, hebben gewoon vaak meer behoefte aan iemand die helpt dragen, want alleen is toch maar alleen. Zo denken we aan en bidden we voor de geliefden van Ina, die haar zoveel liefde hebben gegeven, met liefde hebben omringd. In het bijzonder haar man en kinderen, haar moeder. Uit de woorden van liefde, zoals op de rouwkaart zijn afgedrukt, heeft Ina altijd, maar zeker in de laatste weken, troost geput. Daarin heeft ze de liefde van God gevoeld. Met geloof, hoop en liefde krijg je kracht voor morgen. Hoe anders, hoe stil het aan de Salviastraat 13 ook zal worden. Wat blijft, zijn de vele dierbare herinneringen aan veel jaren samen. Aan een liefde vrouw, moeder en dochter, familielid, collega, lieve juf, gemeentelid. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Amen. We luisteren nu naar bijdragen van de familie Pieffers door Corien. Afscheid van Ina. Lieve vrouw van zoon en broer Henk. Schoondochter van Henk en Judith.
onze schoonzus en tante, zorgzame moeder van onze nichtjes Rianne Mitt en Eline. Oud collega van mij, waarmee ik heb samengewerkt en samen gewoond op Urk, die hevig verliefd werd op mijn broer en ik Henk een setje heb moeten geven, omdat het een beetje lang duurde voordat hij dat doorhad, maar dat het verlossende woord naar Ina er toch kwam. We kregen er in haar een betrokken en fijn familielid bij, waar we veel lief mee hebben gevierd en leed hebben gedeeld. Bijna 30 jaar elkaar kennen is te kort, maar ook best lang als je terugblikt, om in dankbaarheid op terug te zien. Verwoord in een gedicht van Sabine Nijland. Afscheid nemen is oogsten wat jij hebt gezaaid in jouw leven, aan liefde en goedheid die je anderen hebt gegeven. Voorzichtig en met schroom rapen we de vruchten van jouw bestaan, sporen van de weg die jij tot hiertoe bent gegaan. Afscheid nemen is verzamelen de kostbare schatten van jouw wezen. Dit is wat jij ons nalaat, jouw testament. Hiertoe ben jij gekomen, hiertoe was jij bestemd om deze mens te worden. Met al je talenten en kwaliteiten, door God gezocht en door ons gekend, uniek, bijzonder en enig in wie je bent. Afscheid nemen is loslaten, te vroeg, te snel in onze ogen. Jou teruggegeven aan je schepper die zich over jou heeft gebogen. Jou toevertrouwen aan die ene, die zag hoe jij streed en vocht, die zijn hand naar jou heeft uitgestrekt en jou in je sterven zocht. Jou laten gaan in liefde, in dankbaarheid om wie je was en voor ons altijd zult zijn. Gunnen wij jou nieuw leven, voorbij al het vechten, voorbij alle pijn. Wij geven jou uit handen, leggen je in Gods omarmende barmhartigheid, dat je er mag rusten in vrede, tot voltooiing gebracht en bevrijd. Zullen wij samen bidden. Heere God, we zijn hier bij elkaar in uw huis, de Goede Herdenkerk, om afscheid te nemen van onze vrouw, moeder, dochter, dierbaar familielid, vriendin, onze juf, ons gemeentelid. Van een vrouw met wie we ons leven hebben gedeeld. Heere God, een afscheid nemen doet ook zo ontzettend pijn. Want Ina mocht lang bij ons zijn. Dat hebben we ook gehoord in wat haar dierbaren over haar hebben gezegd. Wat een leegte en wat een gemis, Heere God. We danken u voor Ina, voor wie ze was, voor wat ze deed. Steeds op haar eigen manier. En Heere God, wees dicht bij ons. Dat herinneringen troostend zijn. En we bidden u voor haar man Henk, haar kinderen Rianne, Meert en Eline. Voor haar moeder Hermien, voor haar schoonmoeder, de zussen en de broers. Voor al haar geliefden. En voor de regenboog, haar geliefde school. Voor alle leerlingen en leerkrachten, ouders. Dat ze zich Ina mogen herinneren als een fijne collega, een toegewijde juf. Als een steun voor veel ouders, ook voor collega's. Wees met allen voor wie haar heengaan een gemis is. Ontferm u over allen. En we bidden u ook voor de mensen nu in deze kerk of die naar deze dienst kijken, die een geliefde hebben verloren. God, na een uur als dit, komt er van alles boven. Wilt u met hen zijn? We gaan zo naar het graf om Ina voorgoed weg te brengen. Uit handen te geven. Maar geef dat het ons een troost mag zijn. Dat we haar in uw handen, in uw armen mogen leggen. Veilig in Jezus' armen.
Heere God, hoe moeilijk een gemis ook is te dragen en nooit te vervangen, u bent onze troost, onze trooster, een herde en hoeder voor allen. Amen. Wij zingen nu de trouwpsalm, psalm 68, vers 7 en 12. Na de zegen luisteren we naar mededelingen van de uitvaartleider en naar een lied wat Ina erg dierbaar was, dat komt door jou. Gaan wij dan weer van hier naar de plaats waar de Heere God ons in het leven geroepen heeft, met zijn zegen ook om voor elkaar steeds een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Henk, Rianne, Mette, Eline,
familie Pievers, familie Antrink, genodigden, goede bekenden. Gekomen aan het eind van deze dankdienst zullen we dit kerkgebouw gaan verlaten. We gaan naar de begraafplaats, de Ekelenburg. Nog een paar mededelingen voorafgaand. Straks zal Ina worden uitgedragen, begeleid door de direct naaste familieleden. Ik wil u als verder aanwezigen dan vragen om nog even in deze kerkzaal te blijven zitten. Als we hebben uitgedragen, mag u ook weer plaatsnemen. Ik kom dan straks bij u terug en zal aangeven dat ook u de gelegenheid krijgt om met uw eigen vervoer bij de rouwstoet aan te sluiten die zich hier voor de kerk zal opstellen. We hopen na afloop van de begrafenisplechtigheid op de Ekelenburg ook in deze kerkzaal weer terug te keren. We hebben te maken met coronaregels. Vandaar dat een aantal mensen zijn uitgenodigd om ook mee terug te keren hier in de zaal. En daar zal ook een koffietafel zijn. Maar daar blijft het niet bij. De familie heeft ook als teken nog aangegeven, toch ook de mensen die van ver komen, ook iets mee te kunnen geven. En dan gewoon heel praktisch iets te drinken en een broodje. Als u hier straks de kerkzaal verlaat, vindt u op twee tafels voor u de kerk verlaat een soort lunchpakketje en dat mag u meenemen. En ik mag van harte zeggen namens Henk en de kinderen en de verdere familieleden dat ook uw aanwezigheid bijzonder op prijs is gesteld. Mag ik dan nu u allen vragen, een moment van stilte voor we gaan luisteren naar het nummer van Guus Meeuwers. En in dat moment gedenken we op deze plaats nog Ina Antrink. Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk droom dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart waar ik jou wil houden, vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven. Die net zo mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen. En ik fluister dat ik zonder heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden. Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven. Die van jou alleen voor jou zijn. Zing je zacht met me mee onze woorden. En ik weet dat ik straks zonder veel te bang en veel te min ben en niet door wil zingen. Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is. En ik weet dat ik maar één ding wil, dat je meegaat met mij. Bij me blijven, want ik weet dat ik straks zonder niets meer wil en niets meer kan dan alleen maar huilen. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jouw verblindend zijn, je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zo ween die zacht voorbij gaat, terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen voelt het soms alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik vannacht en nacht met jou mag, zo een die zacht voorbij glijdt, alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen voelt het weer alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jou mag en die twee voorbij gaan, terwijl heel de wereld wegkijkt, dan hou ik je vast en we zweven voelt het nog aan.
alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij is. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij.